Vandaag zijn we bij de tweede KLM Urban Trail Series en ditmaal in Groningen. We gaan hier ook weer de 10 kilometer lopen en ik zie jullie zometeen bij de start. Het startnummer hebben we binnen, nummertje 348. Daar moeten we het mee doen. Wij gaan nu het startnummer opdoen en dan kunnen we zo beginnen met de run. Nou, we hebben onze startnummer op, zoals je ziet. En we zijn nu op weg naar de start. Er doen alweer behoorlijk wat mensen mee, gezien het aardig vroeg is. Mijn start is om 9:30. Nou, ik zie jullie zo bij de allereerste pitstop. Wij gaan beginnen met deze prachtig mooie run. Tot straks, jongens. Daar gaan ze. Geef ze een applaus, hier komen ze dan. 5 kilometer, 10 kilometer. 10 ga je doen. Het is 11 hoor, dus dan weet je het alvast. Ja, ja. Kijk, kijk. Hé, hey, zet hem op, hè. Ja, ja. En we zijn nog geen 400 meter onderweg en we zijn al aangekomen bij ons eerste pandje. Pop Podium Simplon. Kijk er eens.
Hier hebben we al meerdere bands opgetreden, zoals Skrillex, The Cure, Green Day. Hele grote namen. En wij gaan eens even binnenkijken. Het is wel zeer druk, moet ik zeggen. Maar dat mag de pret niet drukken. Kijk maar even mee, jongens. En ik zie jullie bij de volgende pitstop. Yo! Thank you.
Nou, eens even kijken wat voor prachtig mooi gebouw we nou weer in komen. Heerlijk. Ik zie nergens echt staan waar we zijn, maar het lijkt op, daar staat het al, Hotel Prinsenhof. Een mooi monumentaal pand. Heerlijk hier. Genieten. En we zijn alweer buiten. Zo snel kan het gaan. En we gaan weer door met de race. Yo! Forum kun je 7 dagen per week terecht om weg te dromen bij een film, talkshow, expositie, cursus. Ze hebben hier werkelijk alles. Nou, laten we eens even binnen gaan kijken. Mooi hoor. En we mogen de trap op. En het is geen roltrappetje, hoor ik net van mijn buurman. Nou, we gaan er weer van genieten. Geniet maar even mee. Thank you.
not the queen of overthinking. It's like we're done before we even started. So if this is the end now, baby, know that I gave it my all. I believe in us, I won't give up on you. I will be holding on for life. Hope you believe in us, please don't give up on me. At least give me a try. 'Cause you're the best thing, the best thing. You're the best thing that I've ever had. You're the best thing, the best thing. You're the best thing. 'Cause you're the Nou, nu lopen we het Damster Diep parkeergarage in. Maar ik hoor alweer heel wat geluiden. We plempen even de bril af. En we gaan eens even kijken wat dit voor een orkestje is. Het klinkt wel weer gezellig. In een parkeergarage. Wat wil je nog meer? Ja hoor. Feest! Feest! Jammeren nog even door deze parkeergarage heen. En ik zie jullie buiten wel weer. Joho!
trickle down. Keep it hush now, come on the ground. Everybody's looking for you. Hunting you down in your own town. They're trying to chase you out, and who knows what you've done now. Yeah, you look a little thin, I bet you run quick. Race down to block 26. Nou, we zijn bij de graansilo. Sinds 2018 wordt hier bier gebrouwen. Oh, dat klinkt wel heel goed. Naast de liefde voor bier is er ook een passie voor eten. Nou, prachtig om weer te zien. En kijk, alweer een optreden. I got my own special way. Yeah. Fall on my knees every Sunday at the Ravelli's candy store. Cause it's got to be a chocolate. Nou, hartstikke mooi toch. De bril beslaat ervan. Je krijgt het ook de hele tijd kou, dan weer warmte. Maar we gaan de kou weer in. Maar het zonnetje schijnt wel lekker. En door richting het volgende pand. Yo! We'll be right back.
to never do what's best for me. I was such a hopeless fool. I just kept making the same mistakes, yeah. That was until I found you. You became the middle way between getting no love and getting way too much. I pray that you're the one who cares for me. Cares enough to keep me safe. Just like the sun, you showed me which way I should go, yeah. Just like the wind, you pulled me up when I was low, oh yeah. This time my hopes are up, cause you got my heart in your hand. And do what you want, what you want, what you want with it, but don't give it back. You stole my heart from me, but it don't mean that you're a thief. You saved me from myself, cause I used to give it out for free. I hope you can keep it safe, keep it locked. Nou, volgens mij gaan we nou het kantoor van Memphis in. Menzies. Behoorlijk pandje. En ja, benieuwd wat hier binnen allemaal te beleven valt. Het is wel, het is eigenlijk best wel mooi. Ik heb al 2 runs opgenomen. In Groningen, 1 voor mezelf en de andere is de 4 mijl van Groningen. Maar je ziet hier nu al heel wat andere stukjes dan dat ik hiervoor gezien heb. Nou, ik denk, ben bang dat het weer... Oh, het valt mee hoeveel trappen ik moet lopen. Dus kijk maar even gezellig mee, jongens. Het kantoor van Menzies. I know you know you are. Sweet, 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 sweet.
Dit kunnen we gebruiken. Een heerlijk bekertje water. Oh, lekker man. Dat betekent dat we alweer redelijk over de helft zijn. Nou, even weer een trappetje omhoog. En kijken hoe het er hier allemaal uitziet. Oh, leuk hoor. Nog een trappetje omhoog. Nou, ik ben blij dat wij het trainen in Arnhem gewend zijn. Al die heuvels. Kunnen wij die trappetjes ook wel aan. Oh, nog een trappetje. Nou, al dat water wat ik hier opdrink, zweet ik ook wel weer uit in dit gebouw. Lekker hoor. Hehe, boven. Nou, eens even kijken wat we hier allemaal gezien. Een hele lange gang. Nou jongens, ik drink nog even lekker mijn bekertje op. En kijken jullie maar gezellig mee hoe het er hier allemaal uitziet. Wel prachtig mooi. Tot straks.
beste run, zware run, het traplopen zit normaal nooit mee. En ik heb alweer aardig wat trappetjes gehad. Ik mede als in de Ameland vuurtorentrail gebeurde, raakte mijn headcam op, de batterij dan. Die houdt een uur en nog wat vol. En als je er dan wat langer over doet, mede omdat er een paar leuke bandjes zijn, trappetjes op moet, gangetjes in, waar mensen gewoon wandelen, ja, dan kan hij wel eens leeg raken. Nou, dan heb ik een extra accu mee. Dus mocht dit gebeuren, zou je eventjes snel wat zwart beeld krijgen. En daarna gaat het gewoon weer door. Ik kan ook niet wachten op het heerlijke biertje. Het was iets met een vliegend varken wat ik vandaag mee heb. En moest kijken. Er is alweer allerhande muziek in het volgende gebouw. Geniet maar even mee, jongens. Just believe it.
Nou, we hebben nog een heel klein stukje te overbruggen. Ik zie nog 600 meter en dan hebben we de 10 kilometer. Maar ik heb zo te horen gekregen dat het 11 kilometer is. Dus we zullen nog wel even moeten. En we kunnen weer. Het is groen. Nou, tot straks jongens. Something, but now I'm left with an empty heart. No making amends, no waking up beside you and holding you till we forget it all. How could I know there was no second chances? Like dominoes, my life got really scattered. You couldn't keep the door shut, and now the frostbite's creeping in. 'Cause
totally wrong. Can't speak of the truth when it's tainted. I fell into a big black. Nou, we zitten in het poolcafé. Prachtig mooi. Ik denk dat dit ook het laatste gebouwtje is. Want we zijn de 10 kilometer ruim voorbij. Oh, zware run. En ik denk dat wij over een paar honderd meter het einde wel bereikt hebben. Kijk eens even, wat een activiteit achter mij. Heerlijk. Ren, ren. En ze gaan maar. Nou, nog een heel klein stukje. En dan mogen wij hem weer afsluiten. En oh, wat heb ik een dorst. Toch, hier moeten we nog ergens naar binnen. Hakjes, gangetjes. Nou, zo denk ik dat we er toch wel bijna zijn nu. De wegen gaan nu weer omhoog. Ik zie dat mensen klappen. Ja. Ik zie dat we alweer een gebouwtje ingaan. Nieuwscafé. Een veelzijdig café. En een heel duister trappetje af. Zo, eens even zien wat er hier allemaal is. Ik hoor weer dat hier alweer een mooi clubje moet zijn. Ah, even opwarmen. Aha. Heerlijk. Nou, volgens mij zijn we er alweer uit. We lopen nu door een kelder heen. Kijk eens. En mijn idee is, na deze kelder zit ik ongeveer op de 11 kilometer. Dus, hey, hoorde je dat? De headcam heeft het begeven. Dus je moet het nu met mij doen. Ja, veel langer dan een uur en 10 minuten opnemen met zo'n apparaat wordt ook lastig. Maar nou, geniet er zo nog maar even van dan. En ik denk dat we er zo zijn. Ik zeg tot aan de finish. Stop, I'm going through, and maybe
walking away. Don't know where I'm heading, just know that I'm going, so I keep on walking away. Nou, het academiegebouw. Nog een pandje die we in mogen. Even kijken wat er hier allemaal aan de hand is. En het laatste pandje, de Q-Park parkeergarage. En ja, nu is het ineens 12 kilometer. Ik ben helemaal gesloopt. Ik heb dorst. Maar we gaan eerst dit nog maar even beleven. De Q-Park. Oh mijn god, ik zie het al. Ik mag weer helemaal naar beneden. Dat betekent tevens dat ik ook weer helemaal naar boven moet. Nou, dikke lol.
Wij gaan eventjes rustig de trap af. Want ik ben bang. Dat wij die hele baan weer omhoog kunnen. Nou, de laatste metertjes. Gaat hij dan? Dan zijn we de finish! Yeah! Gehaald! Heerlijk! Wat een genot! Ik krijg weer een prachtig KLM tasje mee. Die gaat weer gevuld worden met lekkernijen. Ho! En je hebt je stand erbij. En een lekker banaantje. Dankjewel! Nou, een bolletje erbij. Wat wil je allemaal nog meer? Ik ben helemaal gesloopt en ik ga nu richting de afsluiting. Yo! Nou, dat was hem dan. De KLM Urban Trail Series in Groningen. De tweede KLM trail die ik heb gedaan. En deze was wel een stukje mooier dan Breda zelfs nog. Ik heb geloof ik de helft van de tijd buiten gerend en de helft van de tijd binnen. En dat heb ik nog niet voor elkaar gebokst bij al die andere urban trails. Heerlijk! Even de huishoudelijke mededelingen, jongens. Abonneren, subscribe, druk even op de like button en druk even op het belletje. En je mag altijd een berichtje achterlaten, dan krijg je er vast weer een van mij terug. Volgende week met Pasen is dat, gaan we naar de KLM Urban Trail Series, maar dan in Utrecht. Dat wordt de derde. Nou, ik heb daar hartstikke veel zin in. En waar ik nog meer zin in heb, heb ik hier naast mij staan. Dit is een biertje waar ik echt werkelijk nog nooit van gehoord heb. Het heet het Vliegend Varken. Nou, een blond biertje. Van 9%. En het komt uit België, uit Aarschot. Hoge gisting. En voor de rest staat er niks op het flesje. Dus we moeten maar hopen of hij zal smaken. En we moeten ook hopen of hij gaat ploppen. Ik ben heel benieuwd. Het is ons gelukt. De eerste van het jaar. Een plat biertje. Nou, dan zal die ook wel heerlijk smaken. Wij gaan er even van genieten. Ja, dit is een lekker blond biertje. Het Vliegend Varken. Hij smaakt goed. Wij zullen het varkentje eens even wassen. En wij zien elkaar volgende week in Utrecht weer. En ik geloof die week daarop zelfs op Vlieland bij de vuurtorenloop. Ik zeg jongens, geniet van het weekend, geniet van de week en geniet van het leven. Proost!